Welkom allemaal. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Jarra. Ik werk aan ULabs OSS. En ik heb schilderen gestudeerd. En, het is een schilderij uit 1952, Jackson Pollock. Het is gewoon 15 jaar voor object-oriented programming. En wat interessant is aan dit doek is dat in die tijd begon er heel veel, was echt een renewed interest in Oosterse culturen, Japanse cultuur, Boeddhisme, Zen-Boeddhisme. En ik hou ontzettend van free jazz. Ik was toevallig een paar dagen geleden was ik een artikel aan het lezen van Akira Sakata, een Japanse free jazz saxofonist. En die vertelde van het grote verschil tussen Japanse jazzmuzikanten en Europese of Amerikaanse jazzmuzikanten is hoe ze omgaan met pauze. En hij zegt, er is in Japan hebben we iets. Het is een soort van negative space. En we noemen het ma. En dat is heel belangrijk. En eigenlijk kun je het vergelijken met bijvoorbeeld als je een architect hebt. En wij denken, als we aan architectuur denken, denken we meteen aan de muren. Een Japanner zal eerder denken aan de ruimte tussen de muren. En kennen jullie dit boek? Babel 17? Nee. Science fiction boek uit 1966. Het ging eigenlijk over een taal. De mensen die taal leerden, die werden helemaal geüpgrade naar een soort super analytisch vermogen. En die konden echt problemen veel beter oplossen omdat ze die taal kenden. Dit boek was een van de grootste inspiratiebronnen van Mats toen hij Ruby aan het maken was. Hij wilde een taal creëren, een programmeertaal, die eigenlijk de ontwikkelaars zou bijdragen aan een soort van analytisch vermogen en inzicht in de probleemstelling die ze aan het oplossen zijn. Kennen jullie deze nog? Zed Shaw, 2007. De rant in de Ruby community. Dat is lang geleden. Hij heeft toen een blogpost geschreven, Rails is a ghetto. Ik heb hem in 2008 gezien op RailsConf Amsterdam. En toen was hij dus al een beetje over naar de Python community. Hij was gestopt met Rails, want hij vond dat allemaal maar niks. En toen vroeg iemand, wat is nou het grote verschil tussen Rails en Ruby en de Ruby community en de Python community en Python? En hij zei, dat is heel interessant, hij zei van Python is Nederlands. Hè? Guido van Rossum, de Nederlander. En hij zei, de programmeertaal is net als Nederlanders. Super direct, heel expliciet. En Ruby is Japans en het is net als de Japanners, heel indirect. Ze communiceren een klein beetje met woorden, maar heel veel ook gewoon zonder woorden, met gezichtsuitdrukkingen, gebaren. En dat is eigenlijk ook weer dat ma, waar ik het net over had, hè, de negative space. De belangrijkheid van dat wat er niet is. En dat zie je eigenlijk ook in Ruby heel erg terug, bijvoorbeeld in Rails, waar je natuurlijk heel veel methods hebt die je niet definieert, maar wel aan kunt roepen. Metaprogramming. En ghetto. En wat is nou een ghetto? Shorty had toen zijn hele rant over Rails is a ghetto. Dit is Kowloon Walled City. Het bestaat niet meer, maar dat was een deel van Hongkong in de jaren 80, 90. Dat was gewoon een wijk die is gewoon ontstaan. Ja, ik noem het de Kowloon Walled City architectuur, die je dus ook vaak terug ziet komen in projecten. Of ook wel de Big Ball of Mud. En ja, we weten eigenlijk allemaal dat het gewoon slecht is. En dat het niet werkt. Maar wat is er zo slecht aan? Ik ben iets vergeten. Oh, realiseer ik me nou. Dat kunnen we. Ja, ik dacht, jullie hebben een mooi beeld. Dus, wat is nou kwaliteit in software? En
Ja, je hebt natuurlijk verschillende software qualities. En ik heb een paar meegenomen. Reliability. Securability. Scalability. Usability. Availability. Adaptability. Performance. Maintainability. Responsiveness under load, elasticity. En responsiveness under failure, resilience. Zo zijn er natuurlijk nog veel meer. Waarom ik deze heb, is als ik nieuwe opdrachten ga doen, dan vind ik het eigenlijk heel leuk om die discussie aan te gaan. Je hebt qualities, maar als je een kwaliteit mist, dan is dat een risico. Die quality is eigenlijk een voorsprong op je competitors. Maar het gebrek eraan is echt een risico. En wat ik dus altijd doe bij nieuwe projecten, of graag doe, is van, vraag je aan de stakeholders, wat zijn nou de grootste risico's? En het is heel leuk, als het een start-up is, dan zeggen ze altijd van, het grootste risico is dat we uiteindelijk de load niet aankunnen. Dat is wat je... Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk veel meer risico's. En ik neem dan deze dingetjes mee, die kun je dan makkelijk gewoon op tafel leggen. En dan kun je echt helemaal zo kijken van, wat is nou echt het grootste risico? Want je hebt grote risico's, maar soms heb je ook risico's met ontzettend grote impact. Er is, kennen jullie Stanislav Petrov? Dat was een Russisch officier. Hij was on duty in, op 26 september 1983. En hij was on duty in het Russische nuclear warning system. En hij was dus aan het kijken. En hij ziet dus op een gegeven moment zo een missile afgevuurd worden vanuit Amerika. En hij kijkt zo. Hij moest natuurlijk zijn meerdere gaan inlichten om een tegenstrike te doen. Maar hij kijkt zo. Hij ziet nog vijf missiles zijn kant op komen. En hij denkt, dat zal wel weer een valse alarm zijn. Reliability. Dus wat doet hij? Niks. Hij doet gewoon niks. En uiteindelijk bleek het dus ook een valse alarm te zijn. Maar dat is dus echt... was een bug die behoorlijk impact had kunnen hebben. Maar sommige dingen zijn ook heel erg vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld security. Ik bedoel, je weet eigenlijk altijd... Je kunt zo'n veilige code schrijven als je zelf wil. Maar over 2 maanden of zo is je systeem toch weer vulnerable. Maar dat komt omdat... Ik bedoel, je hebt je eigen code. Je gebruikt allerlei libraries. Je moet continu updaten van die libraries. Want anders ben je op een gegeven moment zo lek als een zeefje. Dus dat is iets wat... erg very likely is het. Maar er zijn ook heel veel dingen die heel erg onverwacht komen. En het zijn juist die onverwachte dingen die grote impact kunnen hebben. Dat is dit boek. En dat gaat er eigenlijk over van de impact van die hele onverwachte dingen. En wat je eigenlijk kunt doen, je kunt zorgen dat je een soort robuustness creëert. Om met die dingen, met negatieve dingen om te gaan. Maar je kunt ook en van de andere kant ervoor zorgen dat je juist voordelen gaat trekken uit die positieve dingen. We hebben natuurlijk ook de Lean Startup, daar zijn jullie waarschijnlijk allemaal wel mee bekend. Dat is super interessant, dat gedachtegoed van Eric Ries. Het heeft ook heel erg veel te maken met het feit dat je beslissingen zo lang mogelijk uitstelt. Omdat er altijd kans is dat je nog meer informatie gaat krijgen. En dat is dus ook weer, dat heeft er dus ook weer mee te maken. Dat je juist inspeelt op die veranderingen. Een van de dingen die hij bijvoorbeeld ook, een van de dingen die hij wel eens gezegd heeft is, hij had altijd op een gegeven moment zijn eerste start-up project, waar hij heel hard voor aan het werken was. En ze moesten op een gegeven moment een soort downloadable, executable af hebben. Want dat was toen nog in die tijd. En hij was echt zo hard aan het programmeren dat hij echt zei van, dit is gewoon echt
funest voor mijn carrière, want het is zo, zit zo slecht in elkaar. Uiteindelijk gingen ze live. Komt een website met zo'n link waar mensen het konden downloaden. En ze zaten te wachten. Er was gewoon niemand die het ging downloaden. Zeiden van, dus ik heb gewoon 5 maanden gewoon super hard gewerkt. Code geschreven die niemand gaat gebruiken. Dus ik dacht van, nou, dat kan ik de volgende keer beter doen. Ik had eigenlijk net zo goed gewoon een link ergens op een website kunnen zetten. Naar een 404 pagina. En dan gewoon 5 maanden gewoon op het strand kunnen zitten. Cocktails drinken. En dan had ik uiteindelijk hetzelfde geweten. Dat is een beetje zijn gedachtegoed. Ik denk dat juist in onze wereld het steeds belangrijker wordt om juist die flexibiliteit te hebben. En gewoon echt ja, snel en flexibel juist mee te kunnen gaan hierin. En ik heb schilderen gedaan. En ja, hoe ga je nou om met ja, veranderingen? En hoe... ja, hoe kun je, ja wat is de beste manier om het te doen? Ik heb heel veel modeltekenen gedaan op de academie. En wat je dan ziet, is je begint eigenlijk heel dun te tekenen. Je begint echt een beetje met de grote lijnen. En dan langzamerhand, dan ga je dat... ja, het is eigenlijk een soort agile development. Want je gaat zo tekenen en dan doe je een stapje terug. Ga je vergelijken, hè? En dat, nou oké, dan ga je weer verder. Ook zo'n feedback loop. Daarom viel dat agile development me ook heel erg goed. En zo steeds ga je dat ja, steeds verder invullen. En het is met modeltekenen eigenlijk hetzelfde als met klanten. Want zo'n model staat ook niet de hele tijd precies hetzelfde. Dus je hebt daar ook een soort change. Net als die changing requirements natuurlijk bij de meeste klanten. En hoe doen nou echte craftsmen dat? Dit is een ets van Rembrandt. Met etsen kun je eigenlijk heel makkelijk een afdruk maken en dan weer verder werken. En dit is zeg maar een afdruk die Rembrandt heeft gemaakt ja, gedurende het maken. Dus halverwege ergens. En als je het dan over change hebt, ik vind het een geweldig voorbeeld. Let op dit paard. Hij heeft het paard gewoon omgedraaid. Dus uiteindelijk heeft hij gewoon die flexibiliteit gehad om dat soort dingen te kunnen veranderen. Dat is natuurlijk ook wat we willen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Zeker ook om, en dit is een stil van een film uit de jaren 50 van Maya Deren. Het gaat over Haitiaanse voodoo. En wat het leuke is van voodoo, dat is, wat interessant is daaraan vind ik, is dat er zit het, ja, een beetje Afrikaanse gedachtegoed achter. Hè? Als wij over tijd denken, we zijn natuurlijk een landbouwcultuur, dan denken we in cycli. We denken, weet je wel, dag, nacht, maar ook seizoenen. In heel veel Afrikaanse culturen hebben ze dat niet. Het is minder landbouw georiënteerd. En daar denken ze bijvoorbeeld, verdelen ze de tijd in 3 onderdelen in. Het eerste onderdeel is van alles wat je zelf hebt meegemaakt. Daarvoor was alles wat de mensen die je kent hebben meegemaakt. En daarvoor is dan de rest. En in voodoo wordt dan een geest gevangen. En op een gegeven moment komt hij dan zeg maar in zo'n tijd dat, ja, weet je wel, dat voor alle connecties. En dan wordt het powerful. Maar het is interessant, want dat zie je bij projecten ook. Zo'n tijdse indeling. Alle code die je zelf hebt geschreven in een project. Of alle code, weet je wel, die geschreven is terwijl jij erbij was. Alle code die geschreven is door mensen die samen met jou aan het project gewerkt hebben. Maar dan heb je ook nog bij sommige projecten code van daarvoor. Nou, dat kan hele powerful code worden. Wel op een negatieve manier. En ik heb echt projecten gezien waarbij dan ja, echt hopeloos ingewikkelde constructies worden verzonnen om maar bepaalde dingen te sparen, omdat niemand meer weet hoe ze het moeten doen. We hebben ooit samengewerkt met iemand die heeft heel veel bij KPN gewerkt en die zei van ja, het grote probleem van de projecten die ik gedaan heb bij KPN is dat ze zoveel legacy hebben, niet zozeer alleen in de software, maar ook in hardware, dat er gewoon heel veel machines staan, waarbij eigenlijk niemand meer durft ze opnieuw op te starten, omdat ze bang zijn dat de knoppen verroest zijn.
Dat soort dingen. Nou, en waarom is het nou zo moeilijk om juist met die verandering al om te gaan? Dus dit boek is pas verschenen, Overcomplicated. En het gaat er eigenlijk, wat eigenlijk de main strekking is van het boek, is dat de technische systemen zijn zo complex geworden dat je ze eigenlijk bijna niet meer kunt begrijpen. Maar dit is niet alleen zeg maar de code, het gaat ook over gewoon de dingen die we juist omzetten naar code, de processen. Net zoals dat bijna elke ziekenhuisdirecteur zijn eigen jaarrekening niet meer begrijpt. En kennen jullie het boek wel eens? Een ontzettend leuk boek van Paul Graham. Die heeft ook daar veel over geschreven. En die zei van de code, dat is eigenlijk de understanding van het probleem wat je aan het oplossen bent. En je moet echt dat probleem goed in je hoofd hebben. En de code goed in je hoofd hebben om dat te kunnen doen. En hij zegt van het duurt gewoon even voordat je juist die hele code, die hele probleemstelling in je hoofd hebt. En dan kun je echt actief werken. En hij zegt, de meeste ontwikkelaars hebben zoveel distractions gedurende de dag, dat ze eigenlijk nooit dat stadium bereiken, dat ze een probleem aan het oplossen zijn wat ze bereiken. Dus vaak lossen ze problemen op die ze eigenlijk niet helemaal begrijpen. Nou, we hadden het over risks. That's a pretty big risk. Maar hoe kunnen we die risico's nou afdekken? Er zit het boek Building Maintainable Software van Joost Visser van Software Improvement Group Amsterdam. Daar worden zeg maar een aantal punten genoemd van wat nou kwalitatief goede software is. En de dingen die hij zegt zijn, write short units of code, simple units of code, don't repeat yourself, keep unit interfaces small, separate concerns in modules, couple architecture components loosely, keep architecture components balanced and keep your code base small. Make sense. Ik denk dat de meesten dit allemaal wel kennen en dat we het er allemaal wel over eens zijn. Het is een interessant boek om te lezen. McCabe's Cyclomatic Complexity hebben we natuurlijk. Een method met bijvoorbeeld twee if statements. Dan kom je op een complexity van 3 uit. Want je hebt eigenlijk 3 ook test cases nodig om de hele code te kunnen testen. Ook leuk. Sandy Match Rules. Dat is, vind ik, het is heel bazaal, maar wel, juist omdat het zo simpel is, wel iets wat heel makkelijk toe te passen is. Hè? Classes can be no longer than 100 lines of code. Methods can be no longer than 5 lines of code. Pass no more than 4 parameters into a method. And controllers can instantiate only 1 object. En wat ik zelf ook belangrijk vind, if statements, eigenlijk heb je ze gewoon niet nodig. In Ruby soms wel. Maar dat komt omdat Ruby eigenlijk geen function signatures heeft en geen guard statements. Maar bijvoorbeeld in Elixir heb je het eigenlijk alweer bijna niet meer nodig. If statements ben ik zelf ook niet zo fan van. Ik vind dat vaker wordt de code daar ingewikkeld van. Dus ik probeer ze zelf gewoon. Het is een soort 6e regel die ik toevoeg aan die Sandy Match Rules. Is like, only 6 if statements in a codebase of zo. Gaat te snel. Well, ik had net de Titanic laten zien. Hè? En en daarna, leuk, allemaal om code begrijpelijk te maken. Maar als we even teruggaan naar shipbuilding, dan hebben ze zoiets als bulkheading. En dat is super interessant. Je deelt een schip in compartimenten. Eén compartiment raakt lek, maar dat betekent niet meteen dat de hele boot zinkt. Fantastisch idee, wat ze ook toe hadden gepast bij de Titanic. Vandaar dat hij onzinkbaar was. Maar het was allemaal wat minder goed gedaan dan ze hadden gehoopt. Dus waardoor hij toch zonk. Nou, dat is een interessant idee. En dit is Alan Kay. Dat is in ieder geval degene die het eerst object-georiënteerd programmeren, object-oriented programming in zijn mond heeft genomen, het woord, in 1967. Hij is de bedenker van Smalltalk. En wel een van de eerste mensen die object-georiënteerd
programmeer echt ja, bedacht heeft. En hij was eigenlijk een bioloog van oorsprong. En zijn hele idee was, toen hij Smalltalk aan het maken was, van kijk, net als biologische cellen met elkaar communiceren en computers met elkaar kunnen communiceren, zo kun je eigenlijk ook code hebben die met elkaar communiceert. En ja, weet je, als we berichten naar elkaar doorsturen, dat was een beetje hoe hij zeg maar dacht over dat object-georiënteerd programmeren. En later in een e-mail uitleg heeft hij daar het volgende over gezegd van: the big idea is messaging. The Japanese have a small word, ma, for that which is in between. En daar hadden we het natuurlijk al over. Hij heeft het object-georiënteerd programmeren genoemd. Maar eigenlijk gaat het veel meer niet om de objecten, maar de berichten die de objecten naar elkaar doorsturen. En dat vind ik super interessant. En dit is een fantastisch boek van Donna Meadows. En zij is een ecologist. Ze heeft een boek geschreven over systems thinking. En in dat boek zegt ze ook op een gegeven moment van, look beyond the players to the rules of the game. Ze zegt van, ja, als ecologist wil je heel vaak bepaalde dingen veranderen. En ze zei, je kunt proberen in te zetten op de objects. Maar dat is, dan is het heel moeilijk om verandering teweeg te brengen. Veel beter kun je eigenlijk focussen op de interconnections tussen die dingen. En als je de structuur van iets verandert, dan wordt het veel makkelijker om iets te veranderen. Ja, en Uncle Bob had het er natuurlijk al over. Ook over die connections tussen verschillende stukken code, verschillende units, verschillende niveaus. Ja, je moet ervoor zorgen dat er veel informatie binnen een unit wordt verstuurd, maar weinig informatie tussen de verschillende units. En had ik het natuurlijk even kort over McCabe's cyclomatic complexity. In het begin jaren 80 is er Henry en Kafouras information flow complexity matrix bedacht door Henry en Kafoura. En dat gaat heel erg uit over juist de input in een stuk code en de output. Weet je wel, hoe vaak word ik aangeroepen en welke andere methods roep ik aan? En dat is iets wat ik zelf heel interessant vind. Dat denk van ja, dat is echt, weet je wel, inderdaad, als je zorgt voor losgekoppelde onderdelen, dan kun je, dat krijg je vanzelf betere code. En misschien kennen jullie dit boek. Dit is echt een geweldig boek. Growing Object-Oriented Software Guided by Tests. The London School of Test-Driven Development. Ze zijn heel erg van het mokken. En er zijn heel veel mensen die zoiets hebben van mokken, dat is helemaal niks. En dat levert hele, hoe zal ik het zeggen, moeilijk te onderhouden testsuites op en zo. Nou, zij zeggen van mokken is juist heel belangrijk. Want het verandert je focus van test-driven development juist, het zorgt ervoor dat je gaat nadenken in plaats van de change in state naar de interactions, naar de interactions tussen je verschillende stukken code. En dat is heel interessant, vind ik. En ja, je hebt natuurlijk stubs en mocks. Eigenlijk is het verschil heel simpel. Stubs is, gewoon een stand-in. Iemand die een bepaalde rol eventjes op zich neemt. En een mock is precies hetzelfde, alleen een mock die kijkt ook, word ik wel aangeroepen? En word ik wel aangeroepen op de juiste manier? Nou, je hebt eigenlijk twee verschillende soorten methods. Commands en query methods. De commands zijn dingen van, doe dit, weet je wel. En it returns nothing, maar changes the state, dus de setters en niet de getters. En je hebt dan query methods, return something, maar verander niets.
En als je dat, ja, dat is command query separation natuurlijk. Als je dan gaat mokken, de query messages, daarbij moet je eigenlijk zeker weten wat het resultaat is van die method. Als je een command message gaat testen, dan wil je eigenlijk zeker weten dat de side effects goed zijn. En ja, command messages, die moet je dus mokken. En query messages moet je dus stubben. En dan krijg je dus vele, hoe zal ik het zeggen, hele losgekoppelde code. En mijn ervaring is dat als je dat echt goed doet, dat je dan eigenlijk helemaal niet van die test suites hebt die moeilijk te onderhouden zijn met elke verandering omvallen. Want zij weten eigenlijk helemaal niks van de structuur van de implementatie. En ik heb in 2008 heb ik een bug in RSpec geopend. En het was in toen had je nog stub chain, dat heet nou receive message chain. En daar kon je zeg maar bijvoorbeeld, ja, als je Demeter's law violations mee testen. Dus bijvoorbeeld die active record scopes. En heb je bijvoorbeeld active with profile logged in today. Als je dat twee keer achter elkaar deed met een iets andere variant, dan kreeg de tweede stubchain, die gaf ook altijd het antwoord van de eerste terug. Dat was de bug. En David Gelimski, die toen nog RSpec deed, die reageerde meteen van, ja, je moet dat helemaal niet gebruiken, want stubchain, dat is gewoon alleen maar als je slechte code schrijft. Uiteindelijk zei ik, ja, luister, het is stuk. Dus als het niet werkt, dan moet je gewoon die functie weghalen. En zij heeft het wel gefixt. Maar ik dacht van, ja, ik was het er heel erg met hem eens. Want je hebt natuurlijk die Demeter's Law Violations. Ik denk dat iedereen wel weet wat dat is. Hè? Dus als je één object aanroept met daarop een message, met daarop een message en daarop een message. Dat is gewoon... Train wrecking, ja, precies. Dat is gewoon, ja, dat wil je eigenlijk... Eigenlijk, het gebeurt superveel. Maar eigenlijk hoor je dat niet te doen. En, maar ik dacht bij mezelf, ja, active record scopes, ja... Dan is dat toch niet zo'n idee. Niet zo'n slecht idee. Maar toen dacht ik van ja, hoe zou hij dat nou doen? En toen dacht ik, ja, je kunt natuurlijk ook gewoon juist voor elke combinatie van scopes die je chaint, kun je gewoon een nieuwe method maken. Daarmee heb je wel echt denk ik veel helderder dat losgekoppeld van de implementatie. Snap je? Dat. Dus ik dacht van ja, dat is eigenlijk helemaal geen slecht idee om dan inderdaad gewoon een nieuwe scope te maken die dan bepaalde scopes aan elkaar koppelt. En als je zo aan het mokken bent, stubben, met die interactions bezig bent, dan ben je dus eigenlijk veel meer over design aan het nadenken dan bezig met het testen. En ik denk dat dat wat test-driven development is... Het moet juist meer gaan over dat design. En Dave Thomas, ik was laatst weer een talk van hem aan het kijken. En die zei van ja, I don't write tests anymore. I don't care. En denk je van, hoezo? Zijn tests slecht? En hij zegt van ja, kijk, ik heb heel veel tests geschreven. Door het schrijven van de tests ben ik gewoon anders na gaan denken. Ben ik gewoon heel anders gaan focussen op de structuur van mijn software. En dat is een heel proces geweest. En ja, dat is heel nuttig geweest. En nu hebben die tests voor mij niet zoveel toegevoegde waarde meer. Omdat ik juist heel anders ben gaan nadenken. En ik vind tests super fijn. Ik geloof heilig nog in tests in projecten. Maar ik ben het wel heel erg met hem eens dat vooral de benefit van test-driven development is niet zozeer... Ja, over dat je tests hebt. Maar het is vooral dat je op een hele andere manier gaat nadenken over de structuur van je code. En ik denk dat mokken juist daar heel erg bij kan helpen. Dus, we hadden de Kowloon Walled City Architecture Pattern. Hoe zou dat er nou beter uit moeten zien? Ik denk van, nou, dit is wel eigenlijk hoe je het zou willen. Componenten die wat losser gekoppeld zijn,
Zodat je ook heel makkelijk gewoon een component kunt omwisselen voor een ander component. En wat dan tegenover dat Kowloon Walled City pattern staat, is mijn ideale architectuur. Dat is de T-square fractal pattern, zoals ik dat zelf noem. En dan zie je eigenlijk van ja, het zijn een beetje gebalanceerde, ja, evenly balanced. Eerst de methods, classes, modules, weer modules, uiteindelijk microservices. Allemaal ongeveer een beetje dezelfde grootte. En ik denk dat je dan, als je zorgt dat je niet al te veel, niet al te grote interfaces hebt, ik denk dat je dan een hele onderhoudbare code krijgt. Loosely coupled parts met verschillende verantwoordelijkheden en dus ook verschillende kwaliteiten. Want ik had net natuurlijk die kwaliteiten laten zien. Het leuke is, als je dat zo allemaal een beetje scheidt, dan kun je ook juist focussen op het verschil van die kwaliteit. Bijvoorbeeld als je een blogpost hebt en iemand kan comments plaatsen. Ja, het is heel belangrijk dat als je iemand op de pagina komt, dat hij dan wel gewoon snel ook, weet je wel, de blogposts en de comments te zien krijgt. Dat moet gewoon heel snel. Maar het plaatsen van de comments zelf bijvoorbeeld, dat mag best een paar seconden duren, denk ik. Dus dat is bijvoorbeeld, die hebben hele andere, hoe zal ik het zeggen, ja, kwaliteiten nodig. En dat is denk ik ook waar dat command query responsibility separation gewoon erg op zijn plek valt. En dat is allemaal heel simpel natuurlijk. Maar dingen waar je dan nog over na moet denken. Misschien hebben jullie Gerald Weinberg's boeken gelezen. Secrets of Consulting. Dat zou een super interessante boeken zijn. Boeken. En hij bedenkt allemaal van die eigen wetten. En ik dacht van nou laat ik het ook eens proberen. En dit is Le Petit Prince. Law of Interfaces and Large Datasets. You become responsible for forever for whatever you tame. En ja, wat ik daarmee wil zeggen van change is uiteindelijk, denk als je code goed structuurt, gewoon kun je daar best wel ver in komen. Maar interfaces zijn altijd heel moeilijk te veranderen. En hele grote datasets zijn nog veel moeilijker te veranderen. We hebben een keertje bij een project gezeten. We hadden één database tabel. En ja, daar werd heel veel in gezocht. Maar dat was een duurde super lang. Ik ging kijken, ja, er miste een index. Dus toen sprak ik met de DBA van ja, we moeten er gewoon een index op zetten. Zei die, ja, ik heb uitgerekend, dat kost tussen de 1 en 2 weken tijd om die index erop te zetten. En dat betekent dat de table gelokt wordt voor 1 à 2 weken. Dus dat was gewoon geen optie. Dus dat is, ja, weet je wel, probeer daar op tijd aan te denken. En dat is het. Ik hoop dat jullie het interessant vonden.